De Volle Zee is een vrede en onvergeeflijke plek. Met zoveel gevaarlijke dieren die in de diepte op de loer liggen, is het een voortdurende overlevingsstrijd tussen roofdier en prooi. Met het oog op het voortbestaan hebben verschillende van deze wezens zich ontwikkeld met de meest giftige steken en beten van de planeet. Van de gestreepte doktersvis met messenachtige stekels tot de giftige tanden van de murene, hier zijn 10 van de giftigste zeewezens. Je raadt nooit wat er op nummer 1 staat. Amazing! Woehoe! 10. Gestreepte doktersvis. Veel dieren krijgen in het wild een naam vanwege hun unieke kenmerken. Als je bijvoorbeeld ooit in de oceaan zwemmend dit schepsel tegenkomt, zwem dan misschien liever de andere kant op. Anders heb je misschien een dokter nodig. Snap je het? Omdat het een doktersvis is. Maar alle gekheid op een stokje, deze vis is geen lieverd. De gestreepte doktersvis, met als wetenschappelijke naam Acanthurus lineatus, is een aantrekkelijke vis die leeft in het Indo-Pacifisch rifgebied. Zorg er alleen voor dat je uit de buurt ervan blijft. Waarom? Omdat de staartwervelkolom van een gestreepte doktersvis niet alleen ernstige verwondingen veroorzaakt, hij is ook uiterst giftig. Niet alleen zijn deze kwajongens sportief met enkele van de gevaarlijkste wapens in de diepte, maar ze zijn ook zeer territoriaal. Ze zijn verantwoordelijk voor het verwonden van meer dan 50.000 mensen per jaar. 9. Irukandji-kwallen. De volgende op onze lijst is misschien niet het eerste, tweede of derde dier als je aan gevaarlijke zeedieren denkt, maar geloof me, deze kwal wil je niet aanraken. Deze soort staat bekend als zowel de kleinste als een van de giftigste kwallen ter wereld en is een uiterst gevaarlijk dier. Deze volwassen kwal wordt ongeveer 1 tot 2 vierkante centimeter groot met 4 doorschijnende tentakels, die elk tot een meter lang zijn. De grootte van de kwal ten opzichte van de tentakels is uiterst klein, zeker als je bedenkt welke schade dit diertje kan aanrichten. Zijn tentakels zijn voorzien van snel werkende nematocysten die pijnlijke steken bezorgen die ernstige reacties en soms dodelijke slachtoffers kunnen veroorzaken. Een steek kan leiden tot een medische aandoening die bekend staat als het Irukandji-syndroom. Maar wat betekent dit? Het is gewoon een term die gebruikt wordt om een ernstige en levensbedreigende aandoening aan te duiden die symptomen kan veroorzaken als spierkrampen, pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden die tot ademhalingsstilstand leiden. Dat is juist. Het gif van dit schepsel is zo krachtig dat het een medische aandoening veroorzaakt. Zo gevaarlijk zijn deze kleine kwallen dus. Er is ook bekend dat ze fatale hersenbloedingen veroorzaken en in hun land van herkomst, Australië, er verantwoordelijk voor zijn dat elk jaar ongeveer 100 mensen naar het ziekenhuis worden gestuurd. 8. Doornkroon. Op nummer 8 hebben we een zeedier dat zijn naam dankt aan zijn uiterlijk. En voor het geval je het nog niet gemerkt had, deze jongen heeft niets gemeen met zijn verwanten die op de kusten aanspoelen. Ten eerste is hij beduidend groter, tot 1 meter in diameter. Dat maakt hem tot de op 1 na grootste zeester ter wereld. Hij is ook veel gevaarlijker. Hij heeft giftige stekels over zijn hele bovenkant, waaraan hij zijn naam dankt. De scherpe stekels zijn in staat om zelfs de meest beschermende wetsuits te doorboren. Ze zijn trouwens ook giftig. Deze stekels produceren een neurotoxine dat niet alleen scherpe prikkende pijn veroorzaakt, maar ook misselijkheid en braken. De pijn kan dagen tot weken aanhouden en in sommige gevallen kan de plek van de steek zwart worden en opzwellen, wat ongemak veroorzaakt. Alsof dat nog niet genoeg is, kunnen de stekels afbreken en zich in de huid vastzetten, wat tot nare infecties leidt en soms zelfs tot de dood. 7. Sterrenkijker. Deze vis kan je de schrik van je leven bezorgen tijdens een perfecte zomerdag aan het strand, en het is niet eens een haai. Het is een vreemde verschijning die sterrenkijker heet. De noordelijke sterrenkijker is een snelle vis die zijn lichaam verbergt in de zanderige oceaanbodem, wachtend tot zijn avondeten voorbij komt. Door de plaatsing van hun ogen, die precies bovenop hun kop staan, lijkt het alsof ze voortdurend naar boven kijken in plaats van recht vooruit. En met zijn ogen en mond bovenop zijn kop is hij perfect voorbereid om alle tenen, vingers of andere bungelende lichaamsdelen die in zijn buurt komen af te knappen. Als nietsvermoedende prooien op bezoek komen, injecteert de vissen met een krachtig gif met behulp van 2 grote stekels achterop zijn oogleden, voor hij zich meester maakt over zijn maaltijd. Deze enge vis komt voor in de oostelijke wateren van de Verenigde Staten, maar men heeft ook ontdekt dat hij zich ingraaft in het zand, dus je kan best even checken voor je een tent opzet. Deze vis is niet alleen pijnlijk om naar te kijken, maar ook een zeer pijnlijk dier om mee in contact te komen. 6. Murenen. Stel je een vis voor met een slangachtig lichaam, een vooruitstekende snuit en brede kaken. Deze primitieve wezens lijken op de slechterikken van de diepte. Ze worden tot 2,5 meter groot en verschijnen in vele kleuren en maten. Ze kunnen zwart, bruin, groen, blauw, geel of wit zijn. Ze kunnen gevlekt, gestreept, gespikkeld of gemarmerd zijn. En ze kunnen zo klein zijn als een liniaal of groter dan de langste mens ter wereld. Ondanks hun verschillen hebben ze echter één ding gemeen. Ze zijn allemaal ongelooflijk giftig.
Deze wezens hebben brede monden met twee stel scherp getande kaken die gemene beten uitdelen aan slachtoffers. Maar het zijn niet de tanden waar je zorgen over moet maken. In de bek scheiden deze wezens een slijm af dat gebruikt wordt om verscheidene tonnen gif in het lichaam van hun prooi te brengen. Het gif zit ook op hun slijmerige huid, dus de paling aanraken is net zo gevaarlijk. Overdag verbergen ze zich in spleten en gaten om dan 's nachts te jagen. Ze eten elke vis of ander schepsel dat ze kunnen vangen. 5. Brandkoraal. Als je met brandkoraal wordt geconfronteerd, zijn er twee dingen die je moet weten. Het eerste is dat het geen koraal is. Hoewel ze er niet op lijken, behoren ze tot de klasse Hydrozoa, nauw verband aan de kwallen. Ten tweede hebben deze wezens een venijnige angel die ernstige verwondingen kan veroorzaken. Bij aanraking injecteert het schepsel in een wateroplosbaar, eiwitachtig gif dat van alles veroorzaakt. Van rode lesies rond de getroffen plek tot zwellingen, blaren en met pus gevulde bulten op het lichaam. De steek schijnt warm aan te voelen en heeft een hevig branderig gevoel dat vrij oncomfortabel is. Dit is ook een van de redenen waarom ze brand genoemd worden. Ik denk dat wat ik probeer te zeggen is dat als je dit schepsel ziet, je het niet moet aanraken. 4. Zeeslak. Er is een algemene vuistregel die je veilig houdt als je naar een vreemd dier in het water staart. Als het fel gekleurd is, doe jezelf dan een plezier en zwem zo snel weg als je kan. Men zegt wel eens, als moeder natuur er niet genoeg om gaf om het te verbergen, dan is dat omdat het zich niet hoeft te verbergen. Fel gekleurde zeedieren zijn bijna altijd gevaarlijk. En zeeslakken zijn nog maar eens een bewijs van dat feit. In tegenstelling tot andere dieren op deze lijst worden zeeslakken niet met gif geboren. Maar zelfs dat is niet genoeg om ze ervan te weerhouden een bedreiging te vormen. In misschien wel één van de dodelijkste routines in de diepte kunnen deze kleurrijke zeeslakken giftige chemicaliën van de schepsels die ze eten opslurpen en opslaan om later te gebruiken. Hun meest geliefde maaltijd is het Portugees oorlogsschip, een zeer giftig zeedier. Na het kauwen op het wezen slikt de zeeslak het gif in en slaat het op, om het vervolgens 5 keer krachtiger af te geven als hij bedreigd of aangeraakt wordt. 3. Inimicus. Niet veel zeedieren krijgen lof voor hun uiterlijk en hun imago, maar de Inimicus didactylus, die in het Engels de naam stekelige duivelsvis of goblinvis heeft, is geen gewone vis. Hij ziet er niet alleen uit als je ergste nachtmerrie die tot leven komt, hij is ook de belichaming van alles wat giftig is. Het is een giftige vis die nauw verwant is aan steenvissen. De volwassenen in dit geslacht kunnen wel 25 centimeter lang worden, wat aanzienlijk groot is voor zo'n krachtige vis. Het is een nachtdier dat de meeste dagen slapend op de oceaanbodem doorbrengt. Als hij niet aan het dutten is, gebruikt hij zijn zeer dodelijke en giftige stekels om de oceaanbodem te doorzoeken op zoek naar voedsel. Je wilt echter niet dat hij zijn zin krijgt. Hij zit vol met genoeg gif om een bison neer te halen. Stel je voor wat het met een mens zou doen. 2. Pijlstaartroggen. Het is gemakkelijk om aan te nemen dat pijlstaartroggen niet gevaarlijk zijn omdat ze er schattig en aaibaar uitzien. Maar verwar hun uiterlijk niet met schuchterheid. Deze wezens behoren tot de gevaarlijkste dieren in de oceaan. De platte, schijfvormige wezens met vinnen die op vleugels lijken zijn meesters in het afleveren van een dodelijke dosis gif. De staart van een pijlstaartrog is lang en dun, zo ongeveer als een zweep. Maar er is iets unieks aan. Aan het eind ervan zitten stekels die genoeg gif bevatten om een volwassen man te laten huilen. Het gif van een pijlstaartrog is niet altijd dodelijk als het geen vitaal orgaan bereikt. Toch is het een van de pijnlijkste dingen die je ooit op aarde kunt meemaken. Gelukkig zijn pijlstaartroggen heel kalm. En, tenzij ze zich bedreigd voelen, zullen ze niet aanvallen. 1. Zeeegel. Als je naar de rest van deze lijst kijkt, kun je gemakkelijk aannemen dat het nummer 1 giftige schepsel in de zee een of andere reuzenvis of eng monster is. Als je het tegenkomt, zou je er niet aan denken dat het een dodelijk wezen is. Laat je echter niet misleiden. Het is er verantwoordelijk voor dat elk jaar duizenden mensen naar het ziekenhuis worden gestuurd. Zeeegels zijn primitieve dieren en ze doen niet veel anders dan op de bodem van de zee liggen. Maar ze hebben een krachtig verdedigingsmechanisme. Hun steek is niet alleen uiterst pijnlijk, maar kan ook schade aan de huid, het weefsel en zelfs het bot veroorzaken. Symptomen kunnen zich voordoen als bloedingen en gevoelloosheid, terwijl het in ernstige gevallen kan leiden tot spierverlamming, lage bloeddruk en ademhalingsproblemen. Niet alle zeeegels zijn giftig, maar degenen die dat wel zijn, bijvoorbeeld deze, de Toxopneustes piliolus, zijn bijzonder akelig. Het ergste is dat, hoewel verschillende mensen gemeld hebben door een Toxopneustes piliolus gestoken te zijn, onderzoekers nog niet ontdekt hebben hoe het precies werkt. Het reageert verschillend bij mensen en het is moeilijk uit te maken wanneer het tot dodelijke gevallen leidt. Denk je dat een Toxopneustes piliolus genoeg gif heeft om een mens te doden? Laat je gedachten horen in de comments.